dames en heren. En we gaan er nu speciale aandacht voor. Ze lacht of ik schiet zo. Oh, een teller, hè? Zo doen we allemaal. Ja hoor! La! Wat hè, mensen? Eh? Was dat een weekie? Nou, we gaan er weer tegenaan, mensen. Want we zitten weer tot op Nokkie. Nokkie, Nokkie, Nokkie. 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 En we gaan zoals gewoonlijk beginnen natuurlijk. U weet het wel, ouderwetse gewoonte met de groot. De spreuk. De spreuk. Ja, deze week heb ik een hele leuke, Hebby. Hij heeft een hele leuk. Nou, kom op nou met dat. Wat horen we nou of die leuk is? Zeg hem nou eens gewoon. Hé, dat ik maar dat een altijd moet doen. Ik heb een hele leuk. Hé, ik heb, dat horen we wel. Nou, als ik nog een mop ga vertellen, zeg ik heb een hele leuk. Gewoon vertel die mop of weet ik veel. Nou, komt er nog wat? Weer de tijd, Tom. Ik begrijp er niet dat je niet tussen die twee tjoentjes een spreuk kan vertellen. Wie kaatst? Dat lijkt me toch zo simpel, hè? Wie kaatst? Wie kaatst? Is de bal kwijt. Is de bal kwijt. Nou, en dan is het nu tijd voor... Goedemorgen! Zo gezellig. Kom er gauw bij. Dat wordt leuk, hè, mensen. Ja hoor, ouwe mensen. Toos, Harry is net koffie zitten. Ja hoor. Lekker, Harry. Daar is de koffie. Gezellig meteen aan het begin, jongens. Beginnen we even ouderwets, hè. Koppie koffie is nooit weg, hè. Dan mag je maar een neut, meisje. Ach, daar is onze Joop ook weer gezellig. Nou, het hele span is er weer aanwezig. Het hele span is weer aanwezig, hè. Nou, dan gaan we gauw beginnen, mensen. Ouderwets. Dat was de koffie. Nou, je haalt een woord uit mijn mond, meneer de Groot. En de Joop met zijn amateurhoekje. Nou, ben ik al de beurt, meisje. Heel gelukkig, dan ben ik weer gauw weg ook. Nou, vertel eens, joh, dan ben ik nou weer helemaal voor van huis gekomen, hé. Voor Koos Bovenhuis en zijn 10 dansende vingers. Koos Bovenhuis en zijn 10 dansende vingers. Nou, meisje, het zal wel weer wat wezen, hé. Goedemorgen. Oh, kijk eens dan. Nou, weer weet je, is een hond, man. Wat een leuke hond. Dus Bram is dat, dat is mijn hond. Ja, die is gek op me. Ik kan hem niet alleen laten thuis, want hij haalt de vulling haalt hij uit het bankstel. Hij komt niet zonder mij, hè. Als ik maar een meter van hem vandaan wil, die hond naar me toe. Die is helemaal gek voor me, hè, die hond, hè. Ja, stil maar, Bram, even stil, hè. Even praten, hè. Wat, meneer Bovenhuis? Ik krijg een beetje pukkels van die hond, hoor. Meneer Bovenhuis? Ja. Wat gaat u hier doen? Nou, ik wou een beetje piano spelen en daar zing ik bij. Stil! Kun die hond niet een beetje stil zijn? Hij wil aandacht hebben, hij wil bij me. Bram, even stil, en ik sta te praten. Wat voor liedje gaat u zingen? Dat liedje dat heet Kom maar bij me binnen. Oh ja. Is een cabaret-tekst. Een beetje een zware politiek cabaret is het. Daar heb ik zelf eens even een week mee bezig geweest. Nou, zo wat wezen, meisje. Kun die hond niet stil wezen? Hij is helemaal gek van als u hem vasthoudt even. Kun ik even spelen, hè? Als u hem gewoon als u hem goed vasthoudt, blijft hij wel bij u, hè? Waarom houdt u hem zelf niet vast? Ik moet toch spelen, hè? Bram, ga bij ome Joop, hè? Ja, ik kom zo weer bij, hè? Even bij ome Joop blijven. Nou, dat gaan we, hoor, mensen. Dat wordt wat, hoor. Kom maar bij me binnen. Sessie bom. Stil. Kom maar bij me binnen. Sessie bom. Stad af, ga binnen. Kom maar bij me binnen. Hey, kom maar bij me binnen. Hey, kom maar bij me binnen. Sessie bom. Stil, Bram. Kom maar bij me binnen. Ga liggen.
sessieboom. Wat doe ik dan? Kom maar binnen. Op de sessieboom. Kom maar binnen. Kom maar binnen. Ik ben allemaal kom maar binnen. Ga dan hoor. Je bent stil. Kom maar binnen. Ga je over jou. Sessieboom. Kom maar binnen. Ga weg. Ga los. Sessieboom. Je komt bij mijn benen, wij stonden bij mijn benen. Dat liggen daar, wij op, dat liggen. Kom bij mijn benen, zijn ze mooi. Nee, je komt niet hier, kom bij mijn benen. Maar wij staan over jou, ga op. Wij komen bij mijn benen, en je kunt hier, wij, dat liggen daar, dat liggen. Op, op. Waarin het nu de hoogste tijd is voor... Dat je erbij komt. Zorg dat je erbij komt. Het is gezond voor je lijf en je leden. Gisteren niemand op te vreden. Zorg dat je erbij komt. En de eerste, de beste, die nou nog het lijf heeft om één keer zo'n laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Bij de marine. Luister nu naar de logo. Waarin het nu de hoogste tijd? Willy Alberti. Ja. Laat me dat nou eens even zeggen, van waarin het nou de hoogste tijd is. Wacht nou eens even dat ik uitgesproken ben. Waarin het nu de hoogste tijd is voor... Ja, nou kent ie. Ja, ik heb het net al gezegd. Willy Alberti komt. Willy Alberti. Ja! Zeg, de groot, ik hoor helemaal niks. Hij staat wel te zingen, volgens mij. Ja, hij doet zijn mond, maar je hoort. Maar misschien staat de microfoon. De microfoon staat een beetje hoog ook, geloof ik. Zet die microfoon eens wat lager, de groot. Ja, nou hoor ik nog niks. Kan hij niet lager? Nee, hij staat op zijn laagste stand. Is toch mogelijk, hè? Kan hij er nog niet bij? Nee. Zet even, meneer, als u op een tafeltje gaat staan. Vraag of u op een tafeltje gaat staan. Zit hier op de tafel. Mogelijk, hè? Ja, zit eens een krukkie op die tafel, dat hij erop klimt, op de krukkie. Jij bent zo ver. Ja, dat is hem. Ja, oh. Jij bent zo grijs. Wat zegt de kind? Maar voor je denkt... Wat denkt die? Hoe moet oh, weet ik niet. Dat nou? Oh, moet oh, hoe het moet? Ja. Pakt ze je hand... Ze pakt je hand! Ja! En lacht naar jou... Ja. De glimlach van een kind... Doet je beseffen dat je leeft... De glimlach van een kind... De danspasjes bij me. Oh, hij doet het dan. Oh, dat moet hij niet doen, die danspasjes. Hé, danspasjes!
dat de koffie? Nee, dat was Willy Alberti. Dit is de lach op de schietshow, vraag. Nou, dat wordt er al bezig, hè, natuurlijk. Hè. Alle antwoorden zijn weer binnengekomen. En die worden weer op onnavolgbare wijze voorgelezen door de Joen, hè. Nou, kom op. Hallo, Vince. Wat was de vraag ook alweer? Ja, de vraag. Oh ja, het is deze. Uit doe niet voor mogelijk, hè, wat er nou gebeurt. Hoor, hoor. Wel, ja! Zit Naaltje er nog op? De vraag. Hoe is het toch mogelijk? Ja, ik hoor het. Ja, hou dan maar met dat mogelijk. Ik zeg, stel even de vraag. De vraag is, wil je altijd bij me blijven? Heb jij wel een keer? Heb jij het hoesje trouwens, hoor? Heb jij een hoesje? Nou ja, de vraag was dus, wil je altijd bij me blijven? Gewoon verder niet al denken. En hier komen de antwoorden. Nee, ja. Komt er nog wat? Ja. De prijsvraag! Wel, nee, Pip, hou dat toch eens op. Dus ook iedere week hetzelfde. De prijsvraag, de prijsvraag. Zo lang bezig. Wil je altijd bij me blijven? Ik weet het toch ook niet, je hoort die muziek. Wil je altijd bij me blijven? Natuurlijk, ik ben gek op antiek. Hé? Natuurlijk, ik ben gek op antiek. Nee! Ik ben gek op antiek. En Klaasien Herman uit Amersfoort. Klaasien Herman, nou wees ik zit al in de blokken hoor. Ik zit in de blokken hoor. Ik moet wel, want de handboei wil niet meer. De handboei! Wat een humor, hè. Wat een humor, hè. Hans-Erik Mulder. En Zero, die vind ik ook Amsterdam. Leuk. Antwoord, waarom vraag je dat? Ik ben toch ook tot levenslang veroordeeld. Kanteleer! Erde Jong uit Rotterdam. Erde Jong, ja. Antwoord, wat wil je anders bij een Siamese tweeling? Ik ga liggen! Wat een zekerheidjes allemaal, deze wat een staat geen adres op, maar... Er staat geen deze adres op, maar wordt gewoon uitgezonden. Zou je altijd bij me willen blijven? Nou. Nee, ik heb al een hond. Ik ga! En dit keer heb ik de prijswinnaar. De prijswinnaar! Nee, hè? Vind je die? Ja, wel is een beetje korter. Dat is voor de prijswinnaar. Er miljoenen gulders mee gemoeid zijn. Een platenbom, nou. Ja, voor 50 gulders. Steek hem in je mik. Dat is gewonnen. De prijsvraag. Fijn, dankjewel, Beb. Dat is gewonnen door. Prijsvraag. Ja, ga dan maar door, ga dan maar door. Man zit me glazig om te kijken alsof hij de pan uitmot. Schiet dan maar op. Dat is gewonnen door Michiel Middendorf. Zo benauwd, het zou zo'n leuk onderdeel kunnen wezen. Vrouw Geel, iedere week weer 20. Een dieptepunt, hè? In Hendrik Ido Amber. Nou, wat is dat? Wat heb ze? Maar het is een hij. Oh, nou, wat maakt dat nou uit? Dat hoor je toch niet aan de grap? Wil je altijd bij me blijven? Ja, nou. Antwoord, als je je schoenen maar aanhoudt. Nou, nog één keer, mensen. Met z'n allen! En dan is het nu tijd voor...
Oh, daar heb ik niet op gerekend. Wat nou? Heb je die nieuwe vraag nog niet uitgezocht? Belachelijk, hè? Hij heeft de vraag nog niet uitgezocht. Ik improviseer wel wat. Pauzemuziekje. Even pauzemuziekje, ja. Mensen. Nee, Dick, ik heb al wat. Oh, hij heeft hem al. Uit de culturele hoek heb ik. Ook een cabaret. Nou, hier komt de vraag van deze week. Klassiek. Ja. Lena. Waar zit je nou? Ik heb je gisteren nog gezien, toen was je weer bij tante Stien. Lena, waar zit je nou? Je weet dat ik nog niet kan slapen zonder jou. Die vrouw dat is... mij, die leeft er maar op los. Zou je niet even stoppen, die plaat? Ja, ik weet niet, stel het maar voor. Lachelijk, hè? Dat is dus de vraag van deze week. Lena, waar zit je nou? Als u daar een leuk antwoord op weet, stuurt u dat aan... NCRV. NCRV. De Lach of Ik Schiet Show. De Laugh or I Shoot Show. De adres sigarenmagazijn van Brakel. Van Brakel. Schuttersweg. Schuttersmee. 8 tot 10. 1 til 10. Kan ook 9 wezen. It could it be also 9? 4 hoog. On the 4th floor. In Hilversum. In Hilversum. Hey, meisje, die flauwekul, komt er nog iets waar ik in zit? Want dan trek ik volgens mijn jas aan. Ik heb nog een zakenlunch hierop toe. Joop, ik heb nog een vraag voor u. Er komen nog allerlei dingen. Ome Joop, ik moest u nog wat vragen. Weet u, vraagt Jan Beeldman uit Schorel die of vraag... Of ik wat weet, ja, ja. Zeker weet je. Je kan aan mij geen vragen hoor. Jan Beeldman uit Jan Schorel. Jan Beeldman, wat moet je joh? Die heeft een probleem. Oh. Die vraagt zich af waar de Belgen hun volle foto- en filmrolletjes naartoe sturen. Nee, wat is er nou een domme vraag? Wat is er nou een domme vraag? Waar de Belgen hun volle fotorolletjes naartoe sturen? Is dat logisch? Naar de ontwikkelingslanden. Wachtelijk, hè? Naar de ontwikkelingslanden. Nou ja, mensen, ja, we schieten natuurlijk alweer geweldig op, hè? Maar we hebben nog een heleboel, hoor. Zullen we wat wezen, mensen? Wie komt er nou de groot? Ramses Shaffi. Ja! Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Van wie is die duif dan weer? Hoe komt die duif hier binnen? Oh, die vloog net binnen, die heb ik even wat brood gegeven. Lachelijk, hè? Ach, meneer Shaffi, moet u even een zaddoekje hebben? Nee, Dick. Ik heb nog wat grapjes heb ik gekregen. Ga de duif omhoog! Een heleboel, en dan wou ik deze week even wat meer zintijd. Naar de hoek vegen, gewoon naar de hoek vegen. Het is van hout en het draagt geen zwembroek. Het is van hout en het draagt geen zwembroek. Nou, wat is dat? Pinacchio. Pinacchio. Oh, al die flauwe kulken. Wat hebben we nou al? Kasper Janssen uit Apeldoorn. Tjoe, joh. Nou, deze, hou je maar vast, zeg. En deze is voor Simon van de Geest uit Ter Aar. Simon van de Geest. Het speelt accordeon voor het raam. Het speelt accordeon, ja. Voor het raam. En het staat voor het raam. Nou, wat is dat? De kermisplanten. De kermisplanten. Mensen, we gaan eens verder. Ik heb er nog veel meer, hoor. Ja, maar dan komen... De grote staat dan de artiesten te wachten. Nokkie, nokkie, nokkie. Ja, dat weet ik wel. Wachtelijk, het gaat maar door. Het is niet te stuiten, hè. Ja, het zingt en de honden eten het. Het zingt en de honden eten het. Nou, wat is dat? Ramses Shaffi. Ramses Shaffi. Mensen, we gaan gauw door, hè. Want ik krijg er koud. Kom op. Oh ja, ik heb artiesten. Heb ik heel lang lopen langs de rug. Maar dan moeten we even wat artiesten. Voorbereiden. Hoezo voorbereiding? Ja, wacht maar even. Maar wat is dat? We komen er allemaal mensen binnen. Wat is dat nou? Ho, ho, ho. Wat gaat er gebeuren, hè? Wat doen ze nou? Ja,
gaan hier een beetje staan timmeren, ja, te komen. We gaan het volgende nummer aan het voorbereiden. Het volgende nummer? Belachelijk, ze staan hier. Belachelijk, ze staan elkaar allemaal op de hersens te timmeren. Wat heb dat nou voor nut? Wat is er voor nummer dan? Ja, wat gaat er gebeuren? Hoor bij het volgende nummer, hoort er. Oh, hoor bij het volgende nummer. Oh, daar gaan ze. Nou, ben benieuwd wat dat voor nummer is dan. Belachelijk. Geworden voor. Goedemorgen! Goedemorgen! Oh, dat is de kruidenier! Goedemorgen! Goedemorgen! Harry? Ja? Kom mij een fles limonade kopen. Oh, een fles limonade? Ja, geef u mij een fles limonade! Ja, wat voor limonade? Nou, gewoon limonade! Ja. Maar sinaasappellimonade, citroenlimonade, allerbeste limonade, wat voor limonade? Geeft u maar frambozenlimonade. Die hebben we niet. Oh, wat heb u dan voor limonade? We hebben helemaal geen limonade. Oh, goedemorgen. Is het nu tijd voor oom Joop met zijn vragenrubriek? Yeah. Goedemorgen, mensen. Hier is dan weer oom Joop met zijn vragenrubriek. En er zijn weer allerlei mensen die willen aan het oom Joop Forum een paar vragen stellen. En we beginnen met jou. Wat is er, joh? Wat heb je op je leven? Ik zou wel eens willen weten, yeah. Waarom zijn de bergen zo hoog? Gaan we gekke vragen stellen, broer? Gaan we een beetje gekke vragen zien stellen? Normale vragen, mensen. Normale vragen. Heb je nog meer? Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Volgende vraag. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Dan moet je eens goed naar me luisteren, figuur. Nou, wat zie je? Waarom zijn de bergen hoog? Waarom is het water diep? Nou, weer waarom zijn de wolken snel? Nou, er zal er wel veel wind staan. Ik weet het niet. Nog meer vragen? Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Nou, dan zal ik je H5 vertellen, figuur. Dan komt dat jij zoveel loopt te vragen. Daar wordt iedereen doodmoe van. Maar Joop, mag ik ook eens een vraag stellen? Wat jij nou weer? Dat is van Jan van Rooijen uit Soesterberg. Die vraagt of u weet hoeveel vitamine er in een banaan zitten. Hoeveel vitamine er in een banaan zitten? Dat weet ik niet. Oh, nou, dan vraag ik het wel aan een andere aap. Nee, nou! Zover. Waar zijn ze dan weer? De 30 seconden van meneer De Groot. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer De Groot. Hallo, Vince. Hebben we weer leuke vragen, hè, meneer De Groot? Ik heb in deze hoek gaat de bonus weer vallen. Ach, de bonus, ja. Ja, want ik heb het van de week al. Ga ze een beetje opzij te kijken, beide kijken een beetje goede banen leiden. Anders duurt het allemaal hier. Nou, wat heb je nou allemaal weer? Ik heb het gevonden, allemaal. Hé, meisje, ik ga pas naar de hoek. Ik heb nog een zakenlunch. Goedemorgen. Dag, ome Joop. Moet er nog iemand koffie of zo? Nee, Harry, we moeten geen koffie. We krijgen nog even die flauwekul van de hoen en dan zijn we er vanaf. Nou, komt er nog wat van? Moet je dat horen naast? We moeten het horen zoeken. Even kijken.
Oh ja, is van Leo van de Basselaar. Leo van de Basselaar. Het is bruin. Het is bruin. En het zit van achteren. En het zit van achteren. Nou, wat is dat? Arno's gatje. Arno's gatje. Nou, nog meer van die blauwe guls. Jongen, wat duurt het allemaal, hè, mensen? Een vliegende filmster. Een vliegende filmster. Oh, oh, we rassen er doorheen. Nou, wat is dat? Shelley Zeppelin. Shelley Zeppelin. Nou, hou ik het of... Een artiest die twee instrumenten tegelijk kan spelen. Een artiest die twee instrumenten tegelijk kan spelen. Nou, wat is dat? Dat is Harry Saxofoni. Harry Saxofoni. Nou, dat is trouwens ook een beetje. Kan mij dat nou schelen? Er zit helemaal niemand waar die flauwekul vandaan komt allemaal. En dan heb ik Ad Lichtenberg. Ad Lichtenberg, nou, wat heeft die nog? Ze presenteert tv-programma's. Wie? En doet de was met de hand. Ze presenteert tv-programma's en doet de was met de hand. Nou, wie, wat, hoe? Waar? Willy Tobbe. Willy Tobbe. Klaar? Nee, ik heb hier de bonus. Ah, daar komt de bonus, mensen. Nou, dan gaan we het krijgen. Nee, er komt daar een hele tjoef. Ja. Hoor, alsof er een auto weggegeven wordt. Alsof de bungalows te verlopen staan. Hoor nog eens even, hoor nog eens even. Nou, komt-ie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo Vince, hier ik heb heel lang gezocht en ik heb wel een fles gevonden met azijn. Nee, ik wilde liever dan nog sinaasappellimonade hebben. Wat voor sinaasappellimonade? Gewoon sinaasappellimonade. Ja, maar rode sinaasappellimonade, gele sinaasappellimonade, blauwe sinaasappellimonade. Wat voor sinaasappellimonade? Kan mij niet zo schelen. Geef je dan maar oranje sinaasappellimonade. Die hebben we niet. Wat heb je dan voor sinaasappellimonade? We hebben helemaal geen sinaasappellimonade. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, is dat klaar? Wat een gezeur allemaal, hè? Een sinaasappellimonade? Ik heb geen sinaasappel. Wat voor sinaasappel? Jongen, jongen, jongen. Nou, komt die bonus nog? Oh ja. Of was hem dat? Hij is gevallen bij René Kooijmans. Zeur, sinaasappellimonade, hier, sinaasappellimonade. Kort van de Lindenstraat, 163 in Goes. Ach, heb die gewonnen? Ja, die heb gewonnen, Bep. Bonus heb je leuk, hè, voor zo iemand. Ja, het zal wel feest worden, Bep. Nou, kom op dan maar! Oh, het zingt en het heeft. Het zingt en het heeft? Nou, wat is dat? Even. Het zingt en het is moeilijk te verstaan. Oh, nou, en? Lisbeth Slist. Lisbeth Slist. Dit was er weer de lachen. We schieten zo graag de volgende week. Productie van onbelangrijk. Goedemiddag!